maar de eerste muziek in de breedste zin van het woord. Veel pallets. Je kunt het een beetje vergelijken met de Hollandse, een André Hazes die heel mooi kon zingen over de emoties van het normale leven. En dat vind je ook in de Ierse liedjes terug. De confrontatie katholiek, protestant. De confrontatie honger en elite. Maar er zit een heel, heel tragisch verhaal zit eraan. Was ik nog geen volgertjes. Er zijn zo'n 1500 mensen die muziek maken, zingen of dansen. Je kunt vandaag 175 voorstellen.